Hallo, het is vandaag 14 februari en vandaag heb ik mijn auditie voor de bioscoopfilm. En ik vind het echt vet mega spannend. Zo, wij zijn weer onderweg naar huis en het ging zo goed. Wat de uitslag ook wordt, ik ben gewoon heel blij met hoe het is gegaan. Oké, ik ben eigenlijk alweer onderweg naar huis. En ik heb net mijn tweede auditie gehad. Ik ben dus gevraagd om nog een keer terug te komen. En ik heb net mijn tweede auditie gehad. En het ging super goed. Ik heb zelfs auditie gedaan voor nog een rol in de film. Dus nu auditie gedaan voor twee verschillende rollen. En het ging allebei echt heel goed. En het was echt onwijs leuk. Dus spannend. Jullie horen van mij wanneer ik iets weet. Hoi, het is vandaag 24 maart. Gisteravond ben ik gebeld met de uitslag dat ik de rol heb. Oh my god. Ja, gisteravond ben ik gebeld. Hey. En? Oh my god. En toen vertelde ze mij dat ik de rol van Fleur mag gaan spelen. En ik hoopte zo erg dat ik haar rol kreeg. Omdat ik het zo tof vond om haar te spelen. Nu snap je niet zo goed waarom ik dat zo tof vind. Maar dat ga je dan allemaal zien in de film. Zo vet is om iets heel anders te spelen dan dat je zelf bent. Dit is echt een van mijn allergrootste dromen. Een rol in een bioscoopfilm. De film wordt voor een gedeelte op Ibiza opgenomen. Dus dat betekent dat ik over een maand in Ibiza zit. Nog steeds weten mijn vriendinnen trouwens van niks. Die komen namelijk straks. En dan ga ik het ze allemaal vertellen. En ik heb er zoveel zin in. Oké. Weer met heel ander haar. Het is allemaal begonnen, het hele avontuur. We hebben nu al, ik denk, 3 of 4 repetitiedagen gehad met elkaar. En het is zo gezellig. De groep is zo onwijs leuk met elkaar. Gisteren heb ik mijn doorpas gehad voor mijn kleding, de make-up test. En toen werd er dus verteld dat er een pony geknipt werd bij me. Gisteren heb ik dus kledingdoorpas gehad. En daar was ik samen met Rutger en met Buddy. En het was ook vet gezellig. En het ging heel goed. Hoe gaat het? Goed. Ik ben een beetje moe aan het worden. Het was heel vroeg vanochtend en zo. En Fenk was ook moe aan het worden, hè, Fenk? Hé, Fenk? Dat klinkt echt niet. Dat moet ik echt nooit meer zeggen. Fenkel, oké, maar Fenk? Fenk, gaat het ver. Ik heb even selfie les gegeven aan deze girl. Ik had hem laten zien. Ja, tutorial. Tutorial. Hoe maak je een spiegelselfie? Het is echt lastiger dan je denkt. Oké, je houdt hem zo vast. Dan doe je het een beetje schuin. Dan doe je hem, wacht, zo. En dan doe je zo, toch? Ja, top. En we maken nog 3, 2. En nu zijn jullie getuigen. We hebben al 3 lookjes gehad vandaag, denk ik. Heel nice. Echt wel. Heel leuk kleding. Oh ja, we zijn helemaal blij. En we gaan draaien tot 6 uur. Woe. Dus later. Hallo, daar ben ik weer. Het is een dag later. Het laatste wat jullie hebben gezien was dat ik hier met Sarah zat. En dat was inderdaad gisteren. En ook vandaag heb ik weer een super toffe leuke draaidag. Het is nu 4 uur. Vanochtend ging mijn wekker ook om 4 uur. Dus ik ben precies 12 uur wakker. Maar het gaat echt super goed. En het is zo leuk. En zoveel leuke mensen. En dit is de visagieruimte. Dat is toch fantastisch. En hier ook nog zo'n ruimte. Dit wat ik aan heb. Een tuinpakkie. Sokjes, schoentjes. Echt. En ik heb ook een petje op. Maar die heb ik even nu niet bij de hand. Echt onwijs blij. En moe. En blij. En moe en blij. Nog even knallen een paar uurtjes en dan het weekend. En over een week zitten we op Ibiza. En over een week ben ik jarig. Goedemorgen allemaal. Het is super vroeg. Ik heb een half uur geslapen. En we zijn op het Schipholletje, want ik ga naar Ibiza. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo moe en zo jarig. Ik ben 18. Yeah.